Ik ben Stefan Visser, sportfysiotherapeut, nu 17 jaar aan het werk. Sinds iets meer dan 2 jaar mijn eigen praktijk hier in Leidsche Rijn. Daarvoor veel in het voetbal gewerkt bij VV de Meren, FC Utrecht. Tijdens mijn periode bij FC Utrecht sportfysiotherapeut geworden. Nou, we zijn met 5 fysiotherapeuten, een team van 5 fysio's en 3 personal trainers. Sport zit natuurlijk in de naam. Dus bij ons is bewegen is ook echt een vast onderdeel van de fysiotherapie. Wij zijn geen praktijk waar je gaat liggen, waar je niks hoeft te doen. We zien onszelf wel een beetje als een modernere fysiopraktijk. Nou, we zien veel sporters, dus dat kunnen profvoetballers zijn, dat kunnen andere atleten zijn. Maar we werken ook samen met een aantal clubs hier in de regio. Zoals Sportlust in Woerden, VV de Meren, DHC uit Utrecht, Nieuw Utrecht. Ons doel is eigenlijk om de sportfysiopraktijk hier in de regio Utrecht te worden. Maar wel met een team dat we gewoon maximale kwaliteit kunnen waarborgen. En een multidisciplinair team. Nou, wat we willen uitstralen is dat dat hier een goede sfeer hangt. Dat is met sporters gewoon heel belangrijk, dat die zich op hun gemak voelen. Nou, ik denk dat de fysio's die hier werken allemaal ruime ervaring hebben in de sport. De topsport, maar ook breedte sport. Nou, ten eerste, ik vind het allemaal mooie apparatuur. Het straalt ook echt wel topsport uit. Daarnaast, ja, ik vind het qua revalidatie gewoon een hele vriendelijke apparatuur voor gewrichten. Als je naar de leg press of leg extension kijkt, de overdracht door de luchtdruk is veel vriendelijker dan dat je een gewicht moet wegduwen of weg moet drukken. Bijvoorbeeld als je naar de functional trainer kijkt, die kan je op zoveel manieren instellen qua hoek, waardoor je meerdere oefeningen ermee kan doen, maar ook de weerstand. Dus je kan de weerstand heel laag instellen, je kan hem ook heel hoog instellen. Nou, dat je echt dat je snelheid kan trainen, dat vind ik een heel groot voordeel in verschillende hoeken. En dat je dus op een lagere belasting ook al snelheid kan trainen. Nou ja, we zijn heel blij met de samenwerking die we met Keizer hebben. En ik ben ook blij dat Keizer ook doorontwikkelt. Contact met Keizer is gewoon heel prettig. En wij blijven ontwikkelen, Keizer blijft ontwikkelen, dus daarin zullen we elkaar altijd kunnen vinden, zeg maar.